Dames en heren, wat mooi dat jullie erbij zijn bij weer een nieuwe Expert Reacting. Een aantal maanden geleden hebben we een video gemaakt over Delhi. Die voelt heel raar, nou ook en ik opgetild. Oh, dat vindt hij wel fijn. Nou, het opgetilde. Delhi die maakt op YouTube horrorvideo's met de namen van bekende YouTubers erin. Zoals Dylan Hagens. Daar maakte hij dan de horror Dylan Hagens van. Zodat hij dat in de titel kon zetten, waardoor kids misschien op zijn video zouden klikken. Dat was een beetje het idee van zijn kanaal. Dat is hoe hij meer kijkers wou trekken. En het ging niet heel lekker. Ondertussen heeft hij een tweede kanaal gemaakt in het Engels. En op dit kanaal deed hij ongeveer hetzelfde, maar dan met een wezen wat Siren Head heet. Dat is een soort internet creepypasta, urban legend. En hiermee haalde hij binnen 2 maanden 250.000 abonnees. Hij heeft ondertussen meer dan 300.000. En nu hoor ik je denken, wat voor prachtcontent moet het zijn dat je binnen 2 maanden zoveel abonnees kan halen. Ik moet je wel alvast waarschuwen, ben je gevoelig of bang voor greenscreen elementen, zoals deze, dan moet je even wegklikken, want dan kan dit een heftige video worden. Make sure you like and subscribe. Hier is zijn kanaal, het heet Lil Del. Klinkt meer als een soort gangsterkanaal dan een horrorkanaal. Hij heeft ook een soort van cartoon copy als icoontje. Hij heeft wel een vinkje erbij. Dus YouTube die heeft naar dit kanaal gekeken en die zei... Nice man. Laten we even kijken waar het allemaal begonnen is. Hier is zijn eerste video 4 maanden geleden. I saw Siren Head on camera and this happens. Guys, oh my god, dit ga je niet menen. Oh my god, Siren Head is daar. Oh my god, Siren Head is going to my home. Oh my god, dat heb ik gewoon niet verwacht, mensen. Ik heb hem gelukkig kunnen vastleggen. What the freak. Er gebeurt zoveel in deze video. Waarom is hij zo aan het acteren? Oh my god, mensen. Opeens is het Engels. Siren Head is coming to my home. Siren Head is en doorzichtig en hij wordt op den duur zo groot dat je de pixels op zijn been kan tellen. Dit is goud. En ook heeft het 6,8 miljoen views. Dat is meer dan mijn hele kanaal bij elkaar. Ik doe ergens iets fout, denk ik. Hier is Siren Head versus Gorilla. Dit lijkt op ongeveer dezelfde video. Oh my god, guys. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar daarachter, Siren Head is daar, zijn gasten. No way. Dit is super eng. Maar Siren Head is niet alleen daar, blijkbaar. Wacht eens even. Ik zie daar een gorilla komen. Wat? Oh my god. Oh my god. De gorilla heeft Siren Head doodgemaakt. Dit heeft ook weer 1 miljoen weergaven. Hoe dan? I know you edit this. Ik weet niet of het al duidelijk was, zeg maar, van het beeld. Maar ja, je ziet het al een beetje met die wolk die hier zo door zijn hoofd heen komt. Dit is dus niet echt. Hier zo gaan zijn video's wat minder lekker. En dan hier pakt hij opeens weer 13 miljoen weergaven met een Siren Head Canon camera compilatie. Zijn dat allemaal zijn video's? Of? Let's get it right now. Yo, what the hell? Holy shit. That's Siren Head right there. Oh my god. Nee, dit is ergens in Amerika. Dus er is een hele groep mensen online die soort van die Siren Head video's maken. En ik denk dat Delhi daar dan het grootste kanaal in is geworden op de een of andere manier. Like the video, please. Subscribe on the channel. And I see Siren Head. Maar het allermooiste vind ik persoonlijk de video's waar die zelf in voorkomt. Of de spin-off video's. Maar voordat we daar naar gaan kijken, hebben we een sponsor voor deze video. Zo'n hashtag ad, zo'n hashtag spon. Niemand minder dan NordVPN, baby. Siren Head right now. Ik heb je alleen kunnen vinden omdat ik je locatie kon trekken via het internet. Oh my god. Heb je al gehoord van NordVPN? Ik gebruik het zelf al een tijdje en ik vind het erg handig. NordVPN is zo'n virtual private networks, waardoor je persoonlijke gegevens niet meer te traceren zijn. NordVPN beschermt je data ook op publieke hotspots en er zit zelfs een super geavanceerde adblockers bij. Guys, I made a second channel and that's Lil Entertainment. Ze hebben supersnelle servers overal ter wereld en je wisselt gemakkelijk van server, waardoor je bijvoorbeeld Netflix series kunt kijken die niet in jouw land beschikbaar zijn. Ja. Bye.
Oh, waar ben je? Ik kan je locatie niet meer zien. Make sure you download NordVPN. Otherwise, Sirenet will come to your house. Ga naar nordvpn.org/Egbert voor 68% korting in je eerste maand gratis. Hallo? Hallo? NordVPN.org/Egbert. Laten we beginnen met een spin-off video. Hier is bijvoorbeeld de Sirenhead District Official Music Video. Er zijn natuurlijk een aantal unofficial Sirenhead Districts, maar dit is de Sirenhead District. Sirenhead is really tall. I know he is so small. I wanna push you once. I know you're gonna fall. Sirenhead, what is your freaking problem? You teach, you are not okay. I know you're gonna eat my... Don't eat my ass. You are so wack. Is dit een freestyle? Is dit een freestyle? Zou die dit van tevoren geschreven hebben? Dit is Sirenhead. Don't eat my ass. Ook heeft hij ervoor gekozen om zijn eigen soort van getekende hoofd op een Armo Rari Was Right merch te zetten. Here before it goes viral. It's Edward was er in ieder geval bij. Naast die spin-off video's heeft hij ook nog video's. En dat zijn denk ik mijn favorieten. Waarbij hij soort van vloggend rondloopt door het dorp waarin hij woont. En dan alle soorten Sirenheads tegenkomt. Who's that Sirenhead? Wait a second. Is that Indo Sirenhead? Well, I saw him recently, okay? My goodness. That is Indo Sirenhead. Whoa. That is really... Okay, I'm really excited. Oh my goodness. Indo Sirenhead? He's in my street! Well guys, that was the Indo Sirenhead. But we're gonna look for the normal Sirenhead, for the India Sirenhead, or Indian Sirenhead, and for the pipe Sirenhead. That's the last one. Guess what guys, that Sirenhead. Okay, that's just normal. Sirenhead has not scared me, and yeah, it's just normal to see Sirenhead, okay? Sirenhead is gewoon aan het viben. Sirenhead is gewoon aan het viben. Mijn favoriete Sirenhead is denk ik de Inrian Sirenhead. Het is Indian Sirenhead, maar hij spreekt uit als Inrian Sirenhead. Holy damn! Sirenhead is defeated by Indian Sirenhead. Holy shit. Je zou denken, misschien komt hij dan uit India of zo. Of de reden dat hij Indian Sirenhead heet, is omdat hij op een vliegend tapijt staat. Ah, that's Indian Sirenhead. He's floating again. Well, Indian Sirenhead is floating. He's floating in the world. What the hell? Okay, there was Indian Sirenhead. He's always floating in the world. He's just always floating in the world. Indian Sirenhead is just always floating in the world. Misschien is mijn favoriete ding van het hele kanaal wel de steenkolen Engels. My man heeft Engels les gehad van Discovery Channel. And nowadays, we produce about 2000 pairs. Het is heel gebrekkig Engels en toch is het ergens ook toch heel grappig. Het geeft het hele kanaal een soort van extra dimensie als je hem hoort schreeuwen. Oh my god, I'm seeing Sirenhead. Oh my god guys, I see Sirenhead on camera again. What's he doing? Oh my god guys, I see Sirenhead again. Oh my god, I see Sirenhead. Of als hij elke video begint met What's up guys, welcome by a new video. Okay guys, hi, welcome by a brand new video. So thanks and we're gonna further with this video. Daar word ik heel blij van. Sirenhead is natuurlijk gewoon een hype. En ik denk dat je het een beetje moet vergelijken met hoe Royalistic groot is geworden met Fortnite. De enige reden dat dit kanaal zo goed scoort is door het manipuleren van het algoritme. En door clickbait titels te maken en clickbait thumbnails. Ik kan je ook vertellen, er staan advertenties op deze video's. En Lil Del pakt op dit moment iets minder weergave maandelijks dan Enzo Knol. Hij heeft op dit moment 91 miljoen weergave totaal op zijn kanaal. En dat betekent dat hij een hele dikke zak geld kan ontvangen binnenkort van YouTube. Hoeveel? En toen dacht ik, maar dit kan ik ook. Zou het echt zo makkelijk zijn om het YouTube-algoritme te bespelen en zelf een succesvol Sirenhead-kanaal te maken? Laten we het proberen.
Make sure you like and subscribe. Om te beginnen hebben we een kanaal nodig. Ik zag dat Dilly een ouder kanaal van hem had gebruikt wat al in 2018 aangemaakt was. Misschien helpt dat ook bij het manipuleren van het algoritme. Dus ik heb een van mijn oudere kanalen omgetoverd tot Lil Bert, baby. Sorry voor alle 230 mensen die hierop geabonneerd waren en nu opeens Sirenhead-video's te zien krijgen. Ik heb mijn best gedaan op een banner en een profielfoto met wat inspiratie van Lil Del uiteraard. En nu is het enige wat we nodig hebben wat van die digitale video's. Dames en heren, we zijn op locatie in het Sirenhead-bos. Gelooft of niet, Sirenhead schijnt hier meerdere malen gezien te zijn. En we gaan hier onze eerste Sirenhead-video opnemen. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar ik denk dat de magie hem zit in een aantal stukken. Dus hij begint elke video met de like challenge. Like this video in 3 seconds or Lighthead is coming to your house. Lighthead is not in this video. Like de video, subscribe, like de video, comment. En dan komen ook allemaal dingen in beeld. Comment, like, comment. En daarna moeten we hier op locatie een beetje een verhaal gaan verzinnen over Sirenhead. Waarschijnlijk moet ik heel hectisch rond gaan lopen en doen alsof Sirenhead hier zo al lang gezien is. En dan moeten we hem filmen en misschien komt er nog een chase of zo. Ik vind het een beetje spannend. Ik heb dit dus nog nooit gedaan, zoiets. Ik ga hem op mijn telefoon opnemen. Oh man. Don't forget to like and subscribe. Otherwise, Sirenhead maybe find you. What is up guys, welcome by a brand new video. Can you like this video faster than airplanes? I hope so in 3, 2, 1. I hope you like the video, otherwise Sirenhead might abduct your neighbors and you don't want to have that abducting neighbors. Today we have a brand spanking new video for you and we're here in the Sirenhead forest. And here, Sirenhead has been spotted multiple times. I'm here at the Sirenhead facility and Sirenhead has been seen here multiple times. So what we're gonna do today is look for Sirenhead and maybe we're gonna even find him. And it's gonna be so exciting. So make sure to like the video before we begin. And let's go look for him, for the Sirenhead. Let's go look for him. Ik haat mezelf. Multiple deep people have disappearing over the last couple of days. And it's pretty scary. So there's a big chance we're gonna be finding Sirenhead tonight. Or maybe even before tonight in a few minutes. Oh my god. I've never seen Sirenhead in the real before. So this is gonna be extra scary. That's the Sirenhead sound. He must be in close. I can hear it already, I can hear it. There he is. There he is guys, look. Look at this, look. I can see him there in the verte. Where is he going? Okay guys, so as you can see, I'm in the Sirenhead forest right now and the weather is completely changed and that's a sign that Sirenhead might be spotted around here. And oh my god. Oh my god, I see him, the Sirenhead. He's right here walking. What's he doing? He has not seen me? Oh my god. Oh my god, Sirenhead chasing me. Oh my god, guys. That's scary, that's scary. Oh my god. Oh my god. I was almost killed by Sirenhead. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe, otherwise Sirenhead might come to your house and you do not want that. You do not want that. Thanks for watching guys. I'll see you in the next video. We zijn ondertussen een paar dagen verder en de eerste Sirenhead video's die staan online. En het is toch meer werk dan ik gedacht had. De video's staan nog niet zo heel lang online, maar aan de views te zien is het ook lastiger dan ik dacht om het YouTube-algoritme te manipuleren. Dus het ziet er misschien een beetje knullig uit wat Dilly aan het doen is, maar door hetzelfde te proberen heb ik er toch meer respect voor gekregen. Dus Dilly, shout-out. De komende tijd ga ik nog wat meer Sirenhead video's maken om te kijken of er toch niet een uitschieter tussen zit op het kanaal. En daar kunnen jullie bij helpen. Want op het kanaal van Lil Del zijn de best presterende video's de compilatievideo's, waarin hij dus verschillende TikToks over Sirenhead bij elkaar verzamelt in één
één YouTube video. En nu voel ik het niet zo om TikTok af te struinen en mensen hun Sirenet video's te pakken en in een eigen compilatie te zetten. Dus ik heb iets gemaakt waarmee jullie makkelijk je eigen Sirenet video's kunnen maken. Op Instagram.com/EgbertGames staat het IC Sirenet Instagram filter. Die kan je gebruiken op Instagram om Sirenet in jouw video's te zetten. Je kunt kiezen uit 3 verschillende animaties die je neer kan zetten in de wereld. En je bent ook verplicht om minimaal 1 steenkolen Engels ding te zeggen. Oh my god. What am I hearing while I'm googling Sirenet? Denk je nou dat je een Sirenet meesterwerk gemaakt hebt, dan kan je naar siren-het.com en daar je nieuwe Sirenet video insturen. En ook op die site zie je alle andere Sirenet video's die al ingestuurd zijn, zodat je nog wat inspiratie op kan doen. Hè? Wat is dit? Oh my god, Sirenet! Sirenet is playing Just Dance in my house! Deze video's op de site, die zie je misschien terug in nieuwe compilatievideo's op het Sirenet kanaal. Dankjewel voor het kijken. Shoutout naar NordVPN, Wimpy, Boet, Melmoes en alle andere mensen op patreon.com/EgbertKanaal. Vind je dit nou toffe content en wil je er meer van zien? Overweeg dan een maandelijkse bijdrage op patreon.com/EgbertKanaal. Dan krijg je toegang tot de Patreon-only Discord server. Je krijgt eerder toegang tot deze video's. En je naam komt in de credits. Dat zijn deze. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet op dat abonneerknopje te drukken als je meer van dit soort content wil zien. Klik op die like-knop als je het mooi vond. En klik op die dislike-knop als je het niet mooi vond. En dan zie ik je bij zo'n volgend filmpje. Sirenet is really tall. I know he is so small. I wanna push you once. I know you're gonna fall. Sirenet is really tall. I know he's gonna fall. He is so small. Smaller than my dick. Sirenet, what is your freaking problem?